demo-site. Dat is het Vardisse nagelnijen proeflokage. In de praktijk een riege containers waarin onderzocht wordt hoe het afvalwetter van het Snitser ziekenhuis filteren wordt in, zodat er in de toekomst minder oerblijfsels van medicijnen het riool in rennen. Er is urine, afkomstig uit het ziekenhuis van de dagverpleging Oncologie. Zwart water, toiletwater van een tweetal afdelingen en het zogeheten gemengde afvalwater. Dus al het afvalwater van alle afdelingen tezamen. Een soort partij in Doch en Mei, de Wettercampus en ook het onderzoekscentrum Wetse-Zuid-Lioud. Maar het plak in Snits is vooral bedoeld als proeftuin van tal van innovatieve bedrokers. Liekers het van Arsine Amsterdamse Pharmafilter. Voordat zij nieuwe wetterzuiveringstechnieken grutskalig inzetten, worden ze hier eerst test. De eerste is een keramische membraanfiltratie. Dat is ervoor om het water geschikt te maken voor de twee andere processen. Vervolgens gaan we met dit water naar de elektroflotatie-unit. En in die elektroflotatie-unit gaan wij de medicijnen, de microbiologie, al gedeeltelijk verwijderen. Vervolgens gaat het water naar de tweede behandelingsstap. En dat is de hoge flux ozonisatie. Daar gaan we dus door middel van ozon gaan wij medicijnen afbreken en ook microbiologie afbreken. Uit metings blijkt dat 15% van oerblijfsels van medicijnen in het milieu afkomstig is van verzorgingsinstellings. Een serieus gevaar voor de volksgezondheid is het nog net, maar de staatssecretaris die het opdraven komt voor de openingshandeling, kan haar wel indenken dat Nederlandse ziekenhuizen het voorbeeld van Snits volgen. Nou, of je overal een demo-site neer moet zetten, dat lijkt me niet verstandig. Ik denk wel dat het goed is om de kennis die je opdoet op een demo-site, ja, dat je die moet verspreiden om te kijken of standaardsystemen zo aangepast kunnen worden in afvalverwerking of waterzuivering van ziekenhuizen, dat het maximaal gezuiverd kan worden.